Economen van de Rabobank en van ING hebben naar de krant, naar de vraag van de krant het een en ander onder elkaar gezet. En een schatting van de Rabo is dat het om ruim 2 miljard euro zal gaan. ING denkt dat de rekening een paar miljard euro zal bedragen. Hele grote getallen dus. Een ondernemersclub ONL vraagt nu in een brandbrief aan het kabinet om een MKB-herstelplan. Ze zeggen dat er 2 jaar lang in de overlevingsmodus is geleefd door ondernemers. En dat het nu toch echt tijd wordt voor krachtig herstelbeleid. Momenteel heb ik verbinding met de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. Goedemorgen, meneer Vonhoff. Goedemorgen. Was de lockdown met terugwerkende kracht gewoon een te zwaar middel? Ja, dat kan ik niet zeggen. Kijk, ik denk dat zeker de laatste weken, waarin wij ook hebben opgeroepen om uit te gaan van open en versneld iedereen de mogelijkheid te geven om gewoon zijn bedrijfsvoering weer te kunnen opstarten, dat wel, wat mij betreft, wat aan de late kant is. Maar ja, we zaten in het begin, geloof ik, van deze lockdown nog met Delta. En ik heb er onvoldoende inzicht in of het op dat moment echt in de ziekenhuizen misdreigde te gaan. Dus ik durf niet te zeggen dat het allemaal overbodig was. Wat wel heel belangrijk is als je die getallen hoort, dat je dus blijft realiseren dat ondernemers hier elke dag gewoon geld op moeten bijleggen. En ja, dat veel van de compensatie die er wel beschikbaar is gesteld, niet bij die ondernemers terechtkomt. En nou ja, daar zou ik dan natuurlijk nog een extra zwaar beroep doen op de overheid om te kijken of dat nog wel goed kan komen. Ja, want hoe staat het er nu eigenlijk voor met die steunpakketten? Wordt er voldoende gecompenseerd? Nou ja, laten we zeggen dat de omvang van de steunpakketten is groot. Maar je moet je als ondernemer wel kunnen kwalificeren. Dus je moet een bepaalde omzetdaling hebben in een bepaalde periode. En haal je dat niet, dan krijg je dus ook die compensatie niet. De periode van gebruiking was kort. En daardoor hebben veel ondernemers die drempel niet gehaald. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet heel erg veel omzetverlies hebben geleden. En uiteindelijk ook gewoon verlies onderaan de streep met hun bedrijf. Komt bij dat in alle berekeningen tot dusver geen enkele ondernemer zijn eigen salaris nog in een compensatiemodel heeft gezien. En ja, dat begint zich nu ook te wreken. Als jij 2 jaar lang zelf geen salaris heb kunnen toerekenen, ja, dan kun je ervan uitgaan. Ik neem aan dat iedereen die een baan heeft en 2 maanden geen salaris krijgt, die voelt het al. Moet je voorstellen dat dat 2 jaar is. Dus nee, het is niet voldoende. En ik hoop dat er nog wat verbetering op plaatsvindt. Nou, bedankt voor de toelichting, Jacco Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland. Dat gaat dus over die steunpakketten, maar we hoorden bijvoorbeeld Ernst Kuipers ook zeggen over die ontwrichting van de samenleving. Hè? Die enorme aantallen van mensen die dus thuis zitten door quarantaine. Sommigen dus wel 450.000 mensen per week. Dat is ook een enorm ding in het onderwijs, lijkt mij. Ja, dat is precies het probleem. Kijk, zodra leerkrachten niet aanwezig zijn, zijn er geen vervangers. Maar ondertussen hebben ouders ook te maken met al die quarantaines en thuiszitten. En kinderen die thuis zitten en daardoor niet kunnen werken. En het ergste is altijd als in een gezin niet iedereen tegelijk corona krijgt. Want dan spreidt de quarantainetijd zich telkens weer met een aantal dagen later. Waardoor soms kinderen wel 3 weken niet op school zijn. En je dus ook soms als ouder ontzettend lang thuis zit en dus ook zelf niet kan werken. Ja, dat is dus het probleem van nu. Dan zijn er ook mensen die zeggen, nou ja, dan maar niet meer testen als toch ook de GGD's het niet aankunnen. Voelt u daar iets voor? Nou, helemaal niet testen. Dan denk ik echt dat je de leerkrachten kwijt bent. En ook terecht. Ik bedoel, als je positieve kinderen in een klas gaat zetten en dan ook nog van leerkrachten verwacht dat ze en zonder gezichtsbescherming op minder dan 1,5 meter afstand les moeten gaan geven. Ja, dan realiseer je eigenlijk dat alle leerkrachten alsnog corona krijgen. Dus dat vind ik niet te doen. Nee. Ik zie wel wat in dat je niet meer per se meer bij de GGD moet testen. Want wat ik van alle ouders terughoor is dat het bijna onmogelijk is nog om een afspraak te maken. En als een zelftest positief is, dan is die eigenlijk bijna altijd bij de GGD ook positief. Het is anders als die zelftest negatief is. Ja, dus dat zou misschien nog iets zijn voor de druk bij de GGD's.